Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Vandaag ben ik weer bij Aventura de Vogelkelder in Den Haag. En ik ga jullie alles vertellen over de kameleon. Wil je het allemaal zien? Dan moet je blijven kijken. Nou, hier hebben we de kameleon. Hij is super gaaf en er zijn wel 180 kameleonsoorten. En meer dan de helft van die 180 kameleonsoorten leeft op het eiland Madagaskar. Iedereen weet dat de kameleon kan verkleuren. En heel veel mensen denken dat dit verkleuren is zodat hij zich kan camoufleren. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Hij heeft hier twee redenen voor. Eén reden is dat hij het gebruikt om warm te worden. Net zoals met de baardkraan is de kameleon een reptiel die de zon moet gebruiken om zich op te warmen. En dan maakt hij zich, als hij het koud heeft, maakt hij zichzelf donker, bruin, zwartachtig, zodat hij de zon kan gebruiken om op te warmen. Kijk maar eens een keer op vakantie naar een donkere auto, als je daar je hand op legt. De donkere auto's, dat neemt veel warmte op. Dus dat gebruikt hij om zichzelf op te warmen. En als hij dan weer wat wil afkoelen, dan wordt hij weer zo'n mooie kleur. Nou, een andere reden waarom hij zich verkleurt, is om te communiceren. Ze gebruiken dit, mannetje naar vrouwtje, vrouwtje naar mannetje, om met elkaar te praten. Wat ze precies zeggen, dat weten we niet, maar het is dus een communicatiemiddel. Niet alleen zijn kleur gebruikt hij om zichzelf op te warmen, ook die staart kan hij zo helemaal oprollen. Net zoals dat wij als we het koud hebben, ga je zo lekker dicht bij elkaar zitten. Dat kan hij ook gebruiken om zichzelf op te warmen. Hoe werkt dit verkleuren nou? Nou, dat weten we pas sinds heel kort, sinds 2017. Wat ook iets heel geinigs is. Hij lijkt nu groen, maar eigenlijk is hij nu geel. Maar we zien hem als groen. Je hebt de zon. En de zon geeft zonlicht. En dat zonlicht is eigenlijk alle kleuren van de regenboog. En iedere kleur, blauw, rood, geel of groen, heeft een eigen golflengte. Allemaal andere golflengtes. Nou heeft hij dus onder dat pigment zit een laagje met hele kleine celletjes. En daar zitten honderdduizenden kleine kristalletjes in. En die kristalletjes kan hij bewegen. Als die kristalletjes in rust staan, dan komt dat licht erop af en dan wordt het blauwe licht teruggekaatst. De rest gaat er allemaal in. Het blauwe licht wordt teruggekaatst. Dat gaat door de gele cellen heen, wordt er blauw met geel. Groen wordt. Daarom ziet de kameleon er nu groen uit, maar eigenlijk is hij dus geel. We zien het als groen, omdat het blauwe licht wordt teruggekaatst. Nou, dat verkleuren, dat komt nu. Hij kan dus die kristalletjes bewegen en als hij die verder uit elkaar schuift, wordt een andere kleur licht wordt afgekaatst. Bijvoorbeeld rood. Die heeft een andere golflengte, dat wordt afgekaatst. Rood wordt teruggekaatst door het geel en hij kan veranderen in oranje. Want rood met geel wordt oranje. Zo verandert hij zichzelf dus van kleur. Nou, wat ook super gaaf is aan die kameleon, hij kan zijn ogen 180 graden draaien. Hij kan ze naar voor en naar achter kijken. En wat dan nog gaver is, hij kan ze ook nog eens een keer individueel van elkaar bewegen. Hij kan met één oog naar achter kijken en met één oog naar voor kijken tegelijkertijd. Hij kan dus uitkijken om opgegeten te worden en eten tegelijkertijd. En niet als wij heeft hij niet twee oogleden. Hij heeft één ooglid met precies in het midden bij zijn pupil een gaatje, zodat hij daar goed doorheen kan kijken. Nou, dit is ook echt super geinig. Als je ziet die lopen, dan gaan ze niet zoals wij, gewoon in een vloeiende beweging, maar ze gaan lopen terug, alsof hij soort bijna aan het rappen is. Hij gaat dus heen en weer en dit doet hij om een deinzende tak na te bootsen. Hij kan natuurlijk worden opgegeten door vogels en veel roofdieren. Maar door deze beweging te maken, doet hij eigenlijk een tak na in de wind die heen en weer schudt. En zo zorgt hij ervoor dat hij niet wordt opgegeten. Dit is echt de clown van de natuur. Nou, en stel hij heeft een krekel of een prooi in de gaten, gaat hij supergoed kijken, gaat hij fixeren. En dan heeft hij nog één ander supergoed mechanisme en dat is zijn tong. Hij heeft namelijk de langste tong relatief tot zijn lichaam van het hele dierenrijk. Hij kan zijn tong wel 1,5 tot 2 keer van zijn hele lichaamslengte uitschieten om zijn prooi te pakken. En aan het eind van die tong zit het speeksel. En het speeksel is mega plakkerig, bijna een soort lijm waarmee hij zo pats een krekel van een boom af kan pakken. En dit speeksel is tot wel 400 keer plakkeriger dan dat van ons. Dat is toch handig? Daarom zoenen kameleons ook niet, want dat zou een beetje onhandig zijn, want dan kan je alleen maar blijven zoenen. Nou, Rita, volgens mij moeten we hem terugzetten. Ja. Gaat hij weer terug, hij krijgt het koud. Nou, die kameleon, als ik het zo vertel, lijkt het alsof hij een wonderbeest is en
Wat heeft hij niet? Nou, er is één ding wat hij niet zo goed kan. Je kan natuurlijk niet alles hebben. Hij kan niet super goed horen. Maar ja, je kan natuurlijk niet alles hebben. Het was misschien even een kleine natuurkundeles, maar nu weet je precies hoe en waarom de kameleon verkleurt. En nog allemaal veel meer leuke dingen. Vond je het nou echt een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En hier beneden te reageren en zeggen wat je er allemaal van vond. Kijk volgende week weer, want dan komen we met nog veel meer gave dingen. En dan zie ik jullie volgende week.